Hallo allemaal. Zal ik jullie eens heel blij maken tijdens de Boekenweek? Echt heel blij. Want boeken zijn natuurlijk niet alleen maar letters, maar zijn ook illustraties. Ik heb hier het bamboemeisje. Matthias de Leeuw, die heeft die prachtige illustraties gemaakt. En Edward van de Vendel heeft de tekst geschreven. Gebaseerd, geïnspireerd op een Japans sprookje over een klein meisje. En dat kleine meisje moet uiteindelijk kiezen tussen de liefde voor haar ouders of de liefde voor de man van haar leven. Een boek over de liefde, een prachtig sprookje. Ik zou zeggen, vanaf een jaar of 8, 9, 10 is dat prima zelf te lezen. En daarna kun je het zelf lezen tot je 88ste of zo. In ieder geval, blijven lezen, koop het boek, geef het cadeau. En de volgende keer weer een ander boek. Dag! Ik ben Treya van de bibliotheek. En omdat het Boekenweek is, geven we elke dag een boekentip. Over tweestrijd, want dat is het thema van de Boekenweek. Vandaag heb ik gekozen voor Zonder publiek van Marjolein Beumer. Het gaat over een verhaal van Catharina. Catharina is over de 80, de grande dame van het theater. En zij kijkt eigenlijk terug op haar leven. Het lastige is alleen dat ze steeds vergeetachtiger wordt. Dat vindt haar dochter heel erg irritant. Want die heeft zo haar eigen sores met de puberdochter. En de werk en de combinatie van de perfecte vrouw willen zijn in deze tijd. Dus als Catharina belt, dan heeft Laura, de dochter, geen tijd, geen aandacht. En dat maakt het boek tegelijkertijd ook eigenlijk heel beklemmend. Het ene hoofdstuk wordt verteld vanuit Catharina, de grande dame. En het andere hoofdstuk wordt verteld van Laura. En dat samen geeft ze eigenlijk een heel mooi beeld over een moeder-dochterrelatie die heel beklemmend kan werken. Familieverbanden waar in het verleden ook nog wel iets gebeurd is. Maar het maakt het boek heel erg af. Wat ik het mooiste vond eigenlijk zijn toch de hoofdstukken van Catharina, waar zij heel erg vergeetachtig wordt, omdat je je zo voor kan stellen hoe vreselijk dat moet zijn. Op een gegeven moment staat ze onder de douche en ze denkt dat ze er badmuts op heeft. En zij voelt al dat water over zich heen lopen en haar haar wordt nat. En hoe kan dat dan? Want ik heb toch een badmuts op. Maar dan blijkt het een haarnetje te zijn. Ook te leen als e-book. En misschien ook nog leuk om te vertellen, Marjolein Beumer is onder andere schrijfster van het script van de bekende films van Soof.